Dames en heren, welkom op deze allerlaatste beta break van het jaar met als thema de universiteit. Wat nu? Ik ben Daan Mulder, hier naast me staat Ramon Krijgton. Wij doen vandaag de presentatie. Waar gaan we het eigenlijk over hebben? We gaan het hebben over heel veel dat het stof eigenlijk dat is opgewaaid naar aanleiding van de Maagdenhuisbezetting. En dat doen we ook naar aanleiding van een interview in de Volkskrant van dit weekend. Namelijk een interview met onze minister van Volksgezondheid, Jet Bussemaker. Zij heeft daar allerlei... Onderwijs, denk ik. Van? Onderwijs, denk ik. Wat zei ik? Volksgezondheid. Oh, shit. Onderwijs, Jet Bussemaker. Goed, nou, daar gaan we het over hebben met onze gasten. Huub Dijsselbloem, initiatiefnemer van Science in Transition. Karen Maaks, onze decaan van deze faculteit. Joris Buijs, de IIS-coördinator en de Tesla-track, junior docent bij het UIS en coördinator van de Tesla-track. En Wiel Veugelers, hij is van de Universiteit van Humanistiek en hij doet daar didactiek. Laten we maar gelijk met het eerste citaat beginnen. Het is een citaat uit dat interview van... Ze zegt, wat mij stoort is dat iedereen altijd maar hoger op wil. Met een VWO-diploma wil iedereen naar de universiteit. De universiteit is overbevolkt. Joris, om met jou te beginnen. Jij ziet denk ik veel eerstejaarsstudenten. Is dit een mening die jij deelt? Zijn er mensen waarvan die daartussen zitten waarvan je denkt, zou het niet beter zijn dat zij naar het HBO gaan of iets anders in middenweg zoeken? Goede vraag. Ik hoop dat ik zo goed verstaan ben. Zeker. Ja, het is wel een mening die ik inderdaad gedeeltelijk deel. Ik heb heel veel intakegesprekken gedaan, ook voor bacheloropleidingen. En eigenlijk, ik denk wel honderden middelbare scholieren gesproken die aan de universiteit willen komen studeren. En een vraag die ik eigenlijk bijna altijd stel is waarom de universiteit? Waarom wil je hier komen? Wat is de reden? En eigenlijk het antwoord dat ik in 95% van de gevallen krijg, is omdat ik VWO heb gedaan. En ik denk dat niet helemaal de goede motivatie is. En als ik dan door ga vragen van, wil je dan onderzoeker worden of wil je dan wetenschapper worden, dan is dat toch vaak nog ook gewoon heel erg onduidelijk voor scholieren wat dat dan precies inhoudt. En veel zeggen ook eigenlijk van, nee, dat wil ik helemaal niet. Ik wil bijvoorbeeld ondernemer worden of iets heel anders gaan doen. En ik denk dat het wat dat betreft best wel een betere samenwerking in ieder geval zou kunnen komen tussen HBO-instellingen en WO. En misschien Duidelijk. Zelfs ook MBO. Ja. Dankjewel. Meneer Dijsselbloem, is de universiteit echt overbevolkt, zoals Dijsselbloem zegt? Of moet de universiteit gewoon beter omgaan met al dat volk? In ieder geval niet overbevolkt met studenten, zou ik zeggen. Misschien met docenten in sommige gevallen. Maar... Met studenten zeker niet. Nee hoor, ik denk dat er hier twee dingen door elkaar heen lopen. Hè. De uitspraak zelf lijkt te impliceren dat mensen hoger grijpen dan hun stand rechtvaardigt. Nou, daar lijkt me wel wat op af te dingen. Het lijkt me altijd beter dan te rijken, dan te bukken. De andere issue is natuurlijk de massaliteit van het onderwijs. Hmm. Maar vergeet niet dat natuurlijk een deel van die massaliteit ook komt doordat... universiteiten enorm veel verschillende opleidingen herbergen. Hè? En wat we tegenwoordig een universiteit noemen, is eigenlijk nog maar een vrij recente uitvinding. De technische hogescholen, de economische faculteiten, de toenadering met het HBO. Het is eigenlijk nog maar vrij recent dat al dat soort verschillende opleidingen tot een universiteit worden gerekend. Ja, zeker. En in die zin is het dus natuurlijk ook niet zo gek dat gebouw enorm gegroeid is. Ja. Ook in aantallen studenten. Daar gaan we zo meteen zeker meer over horen, over hoe dat zo ontstaan is ook. Ik wou eerst even aan mevrouw Maaks vragen. Moet er op deze faculteit ruimte zijn voor een hele brede groep studenten? Of moeten we een specifieke richting hebben en mensen daarin hogerop helpen? Ik wil, als ik mag, toch nog eerst even reageren op de vorige vraag. Mag ik dat? Zeker. Ik schrik soms wel van het toch wel een zeker waardeoordeel of tussen de hogeschool en de universiteit. Ik denk, onze maatschappij heeft beide nodig. En ik vind, naar beide moeten goede mensen gaan. En hoe je dat dan wil definiëren, dat maakt mij niet uit. Er moeten mensen naartoe gaan die dat echt willen. Ik vind het wel een beetje, het stoort me wel, het treft mij dat er zo'n groot verschil is. Het is iets wat ik eigenlijk vanuit mijn achtergrond niet echt gewoon ben. Maar om dan op je vraag terug te komen,
Ik denk, ik heb het altijd op die manier geformuleerd. De toekomst van onze maatschappij vraagt dat wij breed opgeleide mensen hebben. Daar horen bijta's bij, absoluut. Maar daar horen ook mensen bij die in andere disciplines zijn opgeleid, maar toch ook weten, voldoende achtergrond hebben in de bijta-disciplines. Ja. En die breedte vind ik echt essentieel, zowel voor de toekomst van de maatschappij als voor de toekomst van onze disciplines. Dus je bent zeker tevreden met veel studenten hier op deze faculteit? Met veel studenten, sorry. U bent zeker tevreden met de hoge studentenaantallen hier de laatste jaren op deze faculteit? Onze maatschappij heeft deze studenten, deze afgestudeerden nodig, dus ik ben daar inderdaad blij mee. Meneer Veugelers, wat vindt u van de uitspraak van mevrouw Bussemaker? Nou, allereerst valt me op dat deze uitspraak zoveel aandacht krijgt. In het interview had ze het ook over dat er een grotere maatschappelijke betrokkenheid van studenten moet zijn. En dat vind ik een veel interessantere thematiek dan het aantal studenten. Ja. Maar even terug te komen. Maar niet min is het natuurlijk, het is niet helemaal een beleidswijziging van haar, want dit soort dingen zegt ze al eigenlijk een jaar en nu is het een beetje in de media gekomen. Ja. Maar toch, ze heeft het echt wel over aantallen en massificatie. Ja, ja. We leven in een samenleving waar diploma's heel erg belangrijk zijn. Ja, dan is het natuurlijk helemaal niet gek dat studenten proberen een hoog diploma te halen. Ja. Je kunt het ook zien als een succes van het beleid. En ook constant zeggen we van, we moeten in de wereld meespelen met veel hoogopgeleide mensen. Dus ik snap het probleem even niet zo goed. Oké, nou goed. Ik denk dat we hebben een paar dingen gehoord. De hoeveelheid studenten, in wat voor context de universiteit zich bevindt. Wat voor dingen studenten dan moeten leren. Nou, dat zijn allemaal onderwerpen waar we het over gaan hebben. Kijkt u ook op de flyer. Die als het goed is op je stoel ligt. Zijn er gewoon een hele hoop onderwerpen komen langs. Als u bij een van deze dingen vragen heeft, of een opmerking, of een mening wil ventileren, dat kan allemaal. Meld je dan hier bij Abel. En die zal je vraag of opmerking even aanhoren en bekijken op welk moment die het best gesteld kan worden. Maar dat is zeker heel erg welkom. Dus sta vooral op als je een vraag of opmerking hebt. We beginnen. Eigenlijk hebben we een grofweg indeling. We gaan het eerst over studenten hebben en dan het docentperspectief bekijken in het laatste kwartier. Maar vanuit de student is het goed het over te hebben wat eigenlijk de context is van de universiteit, wat de geschiedenis van de universiteit is. En u zei daar net al iets over, meneer Dijsselbloem, de rol van de universiteit en hoe die veranderd is in de afgelopen tijd. Kunt u daar iets meer over vertellen? Sorry? De rol van de universiteit en hoe die ontwikkeld, zich ontwikkeld heeft. Nou, een van de centrale issues die natuurlijk een rol speelt de laatste maanden is het aspect van beelddoening. Waar leidt een universiteit nou voor op? De universiteit leidt voor veel dingen op. En in tegenstelling tot wat je uit veel van de curricula zou opmaken, is onderzoeker maar een selecte doelgroep van waar de universiteit voor opleidt. Althans academisch onderzoeker. Men leidt professionals op, mensen die bij bedrijven, bij maatschappelijke organisaties gaat werken, waar andere manieren van onderzoek ook voor nodig zijn. Wat ik wel heel belangrijk vind om te benadrukken is dat mijn soortgenoten, laten we zeggen de geesteswetenschappers, de filosofen ook nog eens, hebben vaak de neiging om te denken dat zij zo ongeveer het alleenrecht hebben om beelddoening in te vullen. Terwijl wat ik enorm belangrijk vind is, als je kijkt naar de verandering in de samenleving, kun je makkelijk volhouden dat we in een technologische cultuur leven. En het bekritiseren en bereflecteren en vernieuwen en verbeteren en aanpassen en begeleiden van die technologische cultuur vereist, met enige bescheidenheid, veel meer dan filosofen en alleen geesteswetenschappers kunnen. Hmm. Dus ik zou het enorm belangrijk vinden om ook dat aspect van beelddoening, hoe je studenten juist ook op een beta-faculteit kunt leren om te reflecteren op die technologische cultuur, om dat tot een van de speerpunten van een opleiding te maken. Ja, mevrouw Maaks, zeker. Interessant, bent er ook helemaal mee eens. Maar eigenlijk wou ik de vraag aan jou stellen. Je zegt oké, onze maatschappij is heel technologisch gedreven geworden. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar als de beta-disciplines ben ik het ook mee eens. Ook veel meer met beelding moeten bezig zijn. En die leerlijnen ook mee opnemen in hun curricula. Of toch voor een groot deel. Is het dan niet zo dat eigenlijk alle afgestudeerden van de universiteit iets over beta zouden moeten weten? Jazeker. Maar er iets over weten is soms nog iets anders dan je in het centrum ervan bevinden. Iets over weten, absoluut. Okay. Maar als ik kijk naar hoe bijvoorbeeld, pak een beetje drie discussies die momenteel in de media plaatsvinden. Er is veel te doen over robotisering. Mm-hmm. Hè?
gaat nu ook de middenklasse de toekomstige banen verliezen. Er is veel te doen over kunstmatige intelligentie. Mensen waarschuwen, er is een kritiekpunt bereikt. En met de naderende Tour de France is er weer veel te doen over doping en human enhancement. Ja. Tot hoever mag mensverbetering gaan? Nou, dat zijn natuurlijk allemaal debatten waarin de technologische cultuur centraal staat. En waar ethische vragen een rol spelen. Maar het valt mij op dat toch in de opiniepagina's in de kranten ik vrij weinig beta's tegenkom die zich in dat debat mengen. Ja, wij nodigen ze altijd hier uit. Hè? Al die onderwerpen die je noemt zijn toevallig bij de Beta Break langsgekomen. Kunt u allemaal terugkijken op betabreak.nl. Ja, meneer Veugels, moest even. Ik wil misschien even terugkomen op de ontwikkeling van de rol van de universiteit. Want dat beeldingsaspect zit er niet per se al heel lang bij. En nu hebben we ook hier een enorme onderzoeksfabriek. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar, meneer Dijsselbloem? Mag ik weer beginnen? Nou, om te beginnen zul je beelddoening moeten herdefiniëren. Hè? Ik heb het net al uitgebreid van een geesteswetenschappelijke naar een meer technologie-culturele benadering, waar beelddoening onderdeel van zou moeten uitmaken. In de tweede plaats, denk ik, moet je niet vergeten dat bij de klassieke universiteiten beelddoening ook een manier was om nationale elites op te voeten. Hè? Dat waren de cultuurdragers van de samenleving. Maar als je kijkt wat universiteiten nu doen, hoe die nu in de samenleving staan, hoe die cultuur internationaler is geworden en niet alleen maar, laten we zeggen, het hoogste topje van de elite is, maar veel breder mensen opleidt, denk ik dat je niet meer kunt volstaan met de klassieke beelddoenbenadering voor de universiteit. Die moet breder en specifieker technologischer gaan worden. Ja. Ik wil meneer Veugels even het woord geven. Ja, ik wil er even op doorgaan, want ik begrijp niet waarom dat begrip beelddoen zo populair is tegenwoordig. En iedereen verstaat er ook wat anders onder. Ja. Wat is het volgens u? Het begrip beelding in de Duitse onderwijskunde betekent het eigenlijk alles, alle vorming. Dus het is een heel breed begrip. Traditioneel, en daar heeft Huub Dijsselbloem gelijk in, was het een heel erg elitair begrip, wat vooral teruggreep op de klassieken. Heel erg ook op het oude Griekenland, Griekse tradities. En dus een modernere variant, wat heel erg persoonsgericht is, persoonlijke ontwikkeling, dat is heel erg eigenlijk over het individu. En het aardige vond ik pas toen de minister Bussemaker zich uitliet over beelddoening. Ik ben het heel vaak niet met haar eens, maar zij plaatste beelddoening in het rijtje beelddoening, betrokkenheid, burgerschap. Ja. En dus beelddoening in de richting van maatschappelijke verantwoordelijkheid zou ik een mooie invulling vinden. En dan ben ik met de vorige sprekers eens dat het niet alleen maar over filosofie gaat, maar ook over sociale wetenschappen en zeker ook over de beta-wetenschappen. En dat iedereen, laten we zeggen, enige vorm van brede ontwikkeling zou moeten doormaken. Maar dat betekent dus wel een verandering van het curriculum van eigenlijk alle studies die we op de universiteit hier hebben. Mag, Joris, wil je daar iets over zeggen? Of? Ja, ik denk dat, misschien om het even ook mezelf als voorbeeld te nemen, ik ben zelf nu bijna 5 jaar afgestudeerd. Ik heb zelf Beta Gamma gedaan bij het IES, hier Instituut voor Interdisciplinaire Studies. En ik heb dat altijd ervaren als min of meer de beelddoening waar nu over gepraat wordt. Mm-hmm. Omdat je daar in het eerste jaar heel breed wordt opgeleid en eigenlijk allerlei verschillende studies langs ziet komen. Van sociologie, politicologie tot wiskunde, natuurkunde, informatiewetenschappen. En vooral in die bachelorfase denk ik dat het heel belangrijk is dat je daar veel verschillende eigenlijk smaken krijgt en in veel verschillende situaties eigenlijk wordt gegooid en er dan ook achter komt waar je zelf goed in bent en waar je zelf een passie voor hebt. En dan zou ik zeggen later in je studie, misschien in de masterfase, dat je echt specialiseert en dat je op dat moment ook weet waar jij waarde voor maatschappij kan bijdragen. En dat je dan ook binnen een master misschien al iets meer ook in de praktijk door kan krijgen van hoe jij je verhoudt tot bepaalde beroepsvelden bijvoorbeeld. Dus je pleit eigenlijk voor een brede bachelor is dan dat woord. Is dat iets dat we eigenlijk iedereen zouden moeten aandoen, mevrouw Maaks? Aandoen? Ik denk dat je verschillende categorieën van verschillende soorten studenten, verschillende mensen met soorten interesses hebt. En dat moet je al ten eerste, daar moet je verschillende soorten disciplines of opleidingen voor aanbieden. Wat ik hier in Amsterdam erg mooi vind,
is dat je toch al een hele grote interdisciplinariteit hebt en dat je inderdaad die twee soorten opleidingen hebt. Degene die heel breed beginnen en dan mogelijk wat focussen op een bepaalde discipline. En de anderen die heel scherp en heel duidelijk beginnen in een bepaalde discipline. En dan toch ook wel wat mogelijkheid hebben om wat andere colleges daaraan toe te voegen. Dus dat vind ik al heel mooi. Mm-hmm. Want wat eigenlijk heel belangrijk is dat het maatschappelijk veld over de verschillende disciplines heen met elkaar kan in discussie gaan. En dat kan alleen maar als er voldoende mensen zijn die elkaar taal begrijpen. Ja. En als je een hele, hoe zou ik zeggen, beta-beta met een filosoof laat praten of een sociale wetenschapper, dat is misschien niet zo eenvoudig. Ja. Maar als je daar een middenveld hebt van mensen die de brug kunnen staan tussen die verschillen, dan heb je een heel ander verhaal. Dus dat vind ik wel heel belangrijk. Maar stel je wilt mathematisch fysicus worden, en dat weet je ook al, moet je dan discussies met filosofen aangeboden krijgen in de bachelor of in de master? Of hoeft niet iedereen dat Dat hoeft voor mij niet. Ik denk dat je niet een one fits all moet doen. Dat je niet iedereen hetzelfde moet aanbieden. Maar ik vind wel dat je dat palet van opleidingen moet aanbieden. En ook de erkenning geven dat je in die brede opleidingen echt wel een meerwaarde creëert. Meneer Vogelis, je kunt ook zeggen dat je het wel iedereen moet aanbieden. Omdat iedereen daar op zijn minst in zekere mate kennis van moet nemen. Ja, maar dan krijg je vervolgens een discussie. Hoeveel moet je mensen aanbieden? Nou, op dit moment is het niks in sommige studies, maar 6 VWO. Ik denk dat het goed is als iedereen de brede vorming krijgt. Dus zowel ook technologie, geesteswetenschappen als sociale wetenschappen. Ja. Ik wil eigenlijk nog heel even terugkomen bij iets wat we net een klein beetje hebben overgeslagen, omdat we helemaal naar de beelding gingen, wat heel interessant was. Een vraag voor Joris Buijs. We hebben nu de ontwikkeling van het afschaffen van de studiefinanciering. Toen kwamen de langstudeerboete. Er zijn discussies over verantwoordelijkheid van studenten. Er komt steeds meer druk op studenten. Steeds meer dat studenten moeten doen. Tenminste, dat is mijn analyse. Deel je dat? Zie je dat bij eerstejaars? Ja, het is, de laatste maatregelen zijn natuurlijk pas net doorgevoerd. Dus ik weet niet of die al echt zichtbaar zijn. Maar ik denk wel dat inderdaad snel af moeten studeren. Dat leidt niet per se tot een meer focus op de inhoud. Maar eerder inderdaad bij studenten eerder de neiging teweeg kan brengen. Dat ze veel meer op de output gaan zitten. Ook en op de cijfers en op de studiepunten. Ja. Dus wat dat betreft vind ik het niet per se een goede zaak. Nee, dat allemaal sneller moet. Ja. En zo'n, om even terug te keren naar wat Bussemaker zei, niet iedereen moet hoger opkomen. Verbind je dat daaraan? Of, want wat jij zei, nou, sommigen zijn misschien niet zo geschikt. Nou, dat ligt er dus heel erg aan wat je als doel met universiteit hebt. Dus als je als doel van universiteit hebt om onderzoekers op te leiden, dan is niet iedereen geschikt. Maar als je als doel hebt, als je doel veel breder is en je wilt ook weer terug naar min of meer een soort beroepsopleiding, dan zou ik zeggen dat de universiteit weer ook veel breder kan gaan werven. Maar dan moet je wel eerst heel helder hebben wat je doel met de universiteit is. En daarnaast zou ik zeggen van, volgens mij is die scheiding tussen HBO en WO gewoon in sommige gevallen in ieder geval vrij onzinnig. Ik heb nog een vraag aan meneer Dijsselbloem. Namelijk, u bent eigenlijk met Science in Transition de grote horde voor geweest in de discussie hierover. Ik weet niet of u dat zelf zo ziet. Maar welke... Herhaalt u even uw opmerking, want uw microfoon stond nog uit. Ik dacht dat de discussie voorbij was toen ik afgelopen half jaar in het buitenland werkte. Maar bij terugkomst werd er opeens een bungehuis bezet en was het weer helemaal terug. Hot and happening. Ja. Maar wat zijn er voor u nu dan de hobbels? Wat heeft Science in Transition nu voor ogen? Wat moet er nog gaan veranderen aan de universiteit? Nou, de huidige discussie verschilt wel wat van de issues die Science and Transition op de kaart had gezet. Science and Transition kwam vooral met een kritiek op een naar binnen gekeerde onderzoekscultuur. Ja. En daar zagen we verschillende vervelende effecten van. Het kan leiden tot oneigenlijk competitiegedrag, waarvan de stapelaffaire natuurlijk een gigantisch... maar ook wel eenzaam voorbeeld gelukkig was. Het kan ook leiden tot enige zelfreferentiële systemen, waarbij zeg maar alleen maar de journals en de peers bepalen wat kwaliteit is en wat relevant is. Terwijl er ook veel maatschappelijke vragen zijn die van belang zijn. En we maakten ons ook, zoals velen nu,
zorgen over de aansluiting van het onderzoek op het onderwijs. Dreigen dat niet twee verschillende werelden te worden, die uiteraard in de praktijk door veel hardwerkende collega's uitstekend met elkaar verbonden worden, ja, maar die wel door de financieringssystemen af en toe uit elkaar dreigen te worden getrokken. Ja. Hebben we het in het laatste kwartier dus ook nog even over de rol van tussen onderwijs en onderzoek. Ik wil nog even een citaat van Jet Bussemaker in de discussie gooien voor we verder gaan. Namelijk, mijn kritiek is dat de universiteit te veel gericht is op kennisoverdracht. Een universiteit is volgens mij veel meer een plek waar de persoon ontwikkeld moet worden, waar we het net ook al een beetje over hadden. De socialisatiefunctie, leren met elkaar op te trekken, dat is van groot belang omdat we in het hoger onderwijs de leiders van de toekomst opleiden. Niet zozeer de managers die met spreadsheets om kunnen gaan, maar de waardedragers van de toekomst. Ik wil eigenlijk ten eerste aan meneer Veugelis vragen, zijn studenten in Nederland van deze rol doordrongen? Hoe is dat in andere landen? U heeft daar onderzoek naar gedaan. Ik wil eerst even terugkomen op dat efficiency-denken. Doet hij dat kort en dan gaan we naar... Maar dan maak ik de link ook naar het nieuwe zeker punt. Dank u wel. Tuurlijk moeten we enige vorm van efficiency hebben op universiteiten. Maar als we kijken naar de vorming die nu ontstaat in de moderne efficiency-denken, leer je mensen dat je ontzettend moet calculeren. Dat je ontzettend berekenend moet zijn, instrumenteel. Dat je heel erg voor je eigen gewin moet gaan. Mm-hmm. Dat is de vorming die op dit moment in het onderwijs plaatsvindt. En dat vind ik een niet zo'n mooie ontwikkeling, laat ik het zo zeggen. En dat wordt ook sterker de afgelopen jaren, ja, dat wordt steeds sterker. En wat draagt daar dan aan bij? Door de verantwoordelijkheid veel meer bij de studenten te leggen wat betreft hun financiën. Mm-hmm. Maar ook technologie heeft ons heel veel gebracht. Maar ook heel veel mooie dingen. Maar ook een ontzettende mogelijkheid tot controleren en alles vastleggen. Ja. En je ziet dus dat allerlei systemen ontstaan in de universiteiten om te monitoren, studentenvoortgang te meten. Ja. En studenten gaan daar ook naar handelen. Die gaan heel calculerend handelen. Ja, is dat zo, mevrouw Marx? Ik denk dat dat een maatschappijprobleem is. En in heel de maatschappij begint, omdat je zo goed kan objectiveren, begint wat je kan meten, wordt belangrijk. Onafhankelijk of dat het nu belangrijk is. Eigenlijk wordt het niet meer het doel, maar het middel. En als je doel en middel omdraait, dan zit je in een probleem. En dat gebeurt niet alleen aan de universiteit, niet alleen bij studenten. Dat gebeurt gewoon overal in deze maatschappij. En na het objectiveren en het controleren komt dan nog het juridiseren. Dan ben je helemaal af. Hoe gaan we dit tegen? Hoe gaan we dit student weer bij zijn studie betrokken krijgen op een objectieve manier? Het is heel moeilijk om een maatschappij van koers te doen veranderen, maar als iemand het kan, dan zijn het de jong afgestudeerden. Dus dit moet deel zijn van onze opleiding, om dat duidelijk te maken. Mm-hmm. Dat je, en wij moeten dat als universiteit ook zo weinig mogelijk zelf induceren. Joris Buijs, je stak net je hand op. Ja, ik wilde ook nog even ingaan op de vraag inderdaad van, is de universiteit nou alleen voor kennisoverdracht of in hoeverre moet dat nou een socialisatiefunctie ook, moet dat er onderdeel van zijn? Mm-hmm. En ik denk dat dat tweede zeker ook heel belangrijk is. En ik denk dat het gedeeltelijk al gebeurt omdat we hier met z'n allen in een gebouw zitten. Ja. En dat is denk ik ook de reden waarom online onderwijs denk ik nooit voor de volle 100% van de grond gaat komen. En juist alle studieverenigingen en al dit soort activiteiten en... alle activiteiten rondom het onderwijs maken dat je goed kan omgaan met andere mensen. Maar om nog even terug te komen op mijn vorige punt, dat ik denk dat het heel nuttig zou zijn als er meer samenwerking zou zijn, ook met HBO en bijvoorbeeld MBO. Ja. Om een voorbeeld te geven, we hebben hier met Tesla, met de Minor, dat is een onderwijsprogramma binnen de FMI, Anna's Tuin ontwikkeld. Dat is hier een gebied voor de deur van 2 hectare. En dat is door 3 biologen uitgedacht. Maar waar zij tijdens een halfjaarlijks project achterkwamen was dat ze gewoon echt heel hard nodig hadden HBO'ers die landschapsarchitectuur echt tekeningen konden maken. Ja. En MBO'ers die het kunnen uitvoeren en met de kettingzagen bezig gaan en straks met de tractoren doorheen gaan rijden. En ik vind persoonlijk heel raar dat je vanaf je 13e gewoon of 14e gescheiden wordt en in clusters met hoogopgeleide, laagopgeleide terechtkomt. Ja. En dat er nooit meer, weet je, als je zou willen, zou je gewoon volledig afgescheiden kunnen leven van die groepen vanaf je 13e al. Ja, dit is heel interessant. Daar ga ik zo nog iets meer over zeggen. Maar ik wou jou ook vragen hoe je reageert op wat meneer Veugeler zegt. Dat de studenten prestatiegerichter zijn geworden in zekere zin. Zie je dat? Herken je dat? Ja, je komt er niet onderuit met zo'n bindend studieadvies. Ja.
ja, studenten moeten wel. Dus, ja. 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 Dus dat binnen het studieadvies, is dat dan een goed iets, mevrouw Maaks? Wel, ik denk wel dat je, jonge mensen ook moet begeleiden dat ze in een studie kunnen verder gaan waar ze zich goed voelen en ook hun ding kunnen doen. Ik denk dat het ook niet verantwoord is naar de jongeren toe en ook niet naar de maatschappij toe, van mensen heel lang op een bepaalde plek te laten zitten als je weet dat het niet lukt. En daar kun je wel afspraken over maken. Dus in die zin vind ik dat geen slecht idee. Ja. Het hangt natuurlijk samen met je gaat daarover in gesprek. En dat is niet iets dat cijfermatig alleen gebeurt, maar je hebt een paar richtlijnen waar je het wel over moet hebben. Oké. Meneer Veugelers, u was bezig eigenlijk met de verhaalrichting, ook hoe dat dan in andere landen is. Ja. Maakt u het af? Ja, een Nederlands hoger onderwijs is heel erg gericht op individueel succes en op wat genoemd wordt de kenniseconomie. Er zijn ook landen, met name bijvoorbeeld in Zuid-Amerika, maar ook in Scandinavische landen, waar gezegd wordt, hoger onderwijs moet een bijdrage leveren aan een rechtvaardige samenleving, aan een sterke democratie, aan duurzaamheid. Maar, dus daar worden andere doelen gesteld voor het hoger onderwijs dan in Nederland. Ja. En dat spreekt mij best wel aan. En de opmerking van mevrouw Bussemaker gaat misschien in die richting, maar ja, misschien is het ook maar weer een tussentijdse opmerking. En krijgen we dan niet een echt beleid waarbij andere doelen voor het hoger onderwijs gesteld worden. En ik denk met name ook al in de beta-wetenschappen is er heel veel aandacht voor duurzaamheid. Maar dat zou nog centraler kunnen staan in het hoger onderwijsbeleid. Want hoe krijgt dat dan in Zuid-Amerika wat u noemt gestalte in het onderwijs daadwerkelijk? Die doelen die gesteld bijvoorbeeld worden? Dat studenten heel erg aangesproken worden op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Van studeren is niet alleen maar om zelf een mooie carrière op te bouwen, maar nee, is om een belangrijke bijdrage te leveren aan de samenleving. Het afschaffen van de studie is wel een soort, de symbool of de dingen die de overheid doet gaan er inderdaad, wat u al zei, wel heel erg tegen in. Dat je het gevoel krijgt van we doen dit voor onszelf. Goed. Hoe gaan we verder? Ik denk dat we al van alles besproken hebben over Bildung, over de context en waartoe de universiteit is. Daar hebben we net een mooi pleidooi gehoord. Eigenlijk wil ik doorgaan naar voor wie de universiteit dan bedoeld is. Welke studenten en welke studenten niet. En mijn vraag eigenlijk aan meneer Dijsterbloem. Wie hoort er niet op de universiteit thuis? Vingers omhoog. Nu lijkt het wel alsof de universiteit zeg maar alles en iedereen kan oplossen. Dat zal toch niet waar zijn? Nou ja, zoals ik net al zei, het woord universiteit vertekent natuurlijk. Hè, omdat het een voortdurend van vorm verandert. En het ook niet helemaal eerlijk is om te doen alsof die universiteit alleen maar is gegroeid. Ook omdat we steeds meer dingen universiteit zijn gaan noemen. Simpelweg. Wat ik binnen de universiteit in ieder geval heel belangrijk vind, dat is hier al een paar keer genoemd. Dat er gewoon nog werelden te winnen vallen om verschillende benaderingswijzen, verschillende onderzoeksgroepen met elkaar in dialoog te brengen. En dat kan al via het onderwijs. Hè. Ik heb bijvoorbeeld in een eigen mastercursus die ik verzorg, verschillende martelwerktuigen staan om filosofen te dwingen om empirisch onderzoek te doen. Ja. Dat gaat vaak met enige koudwatervrees, maar ik vind het belangrijk dat ook zij hedendaagse issues rond voedselzekerheid, digitalisering, energiezekerheid, noem maar op, onderzoeken. Hun ethische theorieën daarop van toepassing verklaren en ook wat werk buiten de deur doen. Omgekeerd denk ik dat er ook werelden te winnen vallen door elementen te integreren. Hè? Ik las een keer een mooi verslag van studenten op de campus in Eindhoven, die eigenlijk hoogst verbaasd waren dat de vakken filosofie en ethiek die zij daar onderwezen kregen, alles vertelde over Aristoteles en Kant, maar dat eigenlijk de vragen waar ze mee zaten. Als ze later bij Google, bij Facebook willen gaan werken, hoe met privacy om te gaan. Dat die nauwelijks thematisch werden geadresseerd. Ja. Dus daar valt denk ik veel meer aansluiting te vinden om die vragen die gewoon spelen in die opleidingen in verband te brengen met theorievorming daarover op een minder scholastieke manier dan af en toe gebruikelijk is. Ja. Mijn vraag was, heeft een heel dat was een mooi vraag, waar ik volgens mij omheen ben gezeld. Juist. Wie hoort er niet thuis op de universiteit? Ik kan hem ook aan Joris Buijs stellen. Wie niet? Ja, wie niet?
Nou, ik zou zeggen bijvoorbeeld mensen die heel graag met hun handen werken. Ja. Als een voorbeeld. Ja. Maar dat relateert ook weer denk ik aan je vraag van wat is je doel met de universiteit? En ja. Tot op nu leek het altijd een beetje te zijn van we willen zoveel mogelijk onderzoekers opleiden. En volgens mij beginnen met dit soort discussies daar wel veranderende beelden ook bij te staan. Ook bij de minister onder andere. Maar goed, ik denk wel dat de universiteit een plek, als je het ook vanuit de geschiedenis bekijkt, is waar mensen komen die getriggerd worden om na te denken. En om die een passie hebben om na te denken. En dat moet wel, denk ik, voor opstaan. Ongetwijfeld niet zo. Maar ja. Als je kijkt naar hoe ook technologische vernieuwing heeft plaatsgevonden, is dat natuurlijk lang niet altijd theorie gedreven. Hè? De telescoop heeft meer te danken aan lenzenslijpers dan naar de theorieën over optiek. Ja. En het zou in die zin natuurlijk wat merkwaardig zijn om, dat bedoel je waarschijnlijk niet, maar om zo'n scheiding tussen theoretisch en praktisch aan te brengen, zonder te kijken hoe vernieuwingen historisch en cultureel tot stand komen. Die hebben juist die interactie. Zeker. Ja, ben ik het mee eens, maar ik wil het nog even iets concreter maken, want Joris, je zei in het begin, nou, niet alle mensen die ik op motivatiegesprek krijg, komen echt gemotiveerd over. Het lijkt alsof het niveau van het VWO misschien niet voldoende is om te garanderen dat iedereen die hier binnenkomt geschikt is. Ik vul misschien een beetje je woorden in, ja, maar nee, wat ik probeerde te zeggen is dat scholieren eigenlijk niet weten waarom ze gaan studeren. Ja. Behalve dan dat ze VWO hebben gedaan en dat het de logische volgende stap is en dat het hoogste niveau is. En dat het volgens mij meer een systeemfout is dat zij dat niet weten dan dat het aan zichzelf ligt. Ik zie Karen Maaks heel heftig nee schudden. Tegen het hoge niveau en het lage niveau. Ik begrijp dat het anders is. Maar en het een is conceptueler, het ander is praktischer. Maar ik, zoals ik in het begin al zei, ik huiver toch wel over dat impliciet waardeoordeel. Ik denk dat dat niet nodig is. En ik denk dat het ook tegenhoudt wat mijn collega net zei. Er is een kruisbestuiving tussen de twee mogelijk. En inderdaad, in de sommige disciplines is wat je kan maken even belangrijk als wat je er daarna mee kan doen. Dus met die scheiding zo scherp te stellen, denk ik dat je ook het hoger onderwijs in het algemeen geen recht aan doet. Joris. Maar dat is precies wat ik ook bedoel met een systeemfout. Dat binnen het systeem blijkbaar de opvatting bestaat dat VWO het hoogste is en dat HBO minder waard is of MBO minder waard. Mag ik het dan toch iets concreter maken? Er komen hier elk jaar, en ook nu hebben we matching, 1500 studenten die hier binnenkomen. Cijfers zijn eigenlijk dat na het eerste jaar is, ik denk een derde of zoiets, loopt niet meer rond op deze faculteit. Daar gaat toch iets mis, denk ik dan. Ja. Mevrouw Maaks. Ja. Nee. Ik ben zelf, tot voor kort werkte ik, had ik ook een kleine aanstelling bij de UvA. En zo'n 10, 15 jaar geleden was ik actief betrokken bij wat toen heette het aansluitprogramma, VBO, Universiteit van Amsterdam. En dat was heel erg gericht op leerlingen al in de vierde klas van VBO kennis te laten maken met universiteiten, maar ook met hogescholen als ze dat wilden. Om op die manier veel eerder te gaan nadenken over wat wil ik en welke studie zou ik willen gaan volgen. De matching wat nu gebeurt is daar eigenlijk een slap aftreksel van. Want dat programma was veel ruimer. Ja. Ook docenten van de UvA gingen lesgeven op middelbare scholen. En er was veel sterkere wisselwerking tussen middelbaar onderwijs en het hoger onderwijs. Ja. Ja, en ik denk dat dat ook een heel belangrijke motor kan zijn om studenten beter op hun plaats te krijgen. Want daar gaat het dan wel om. Ja. Ja. Mevrouw Maaks? Ik zou het als volgt willen formuleren. Ten eerste, inderdaad, niet iedereen slaagt. Maar dat heeft niet altijd te maken met het feit of je nu eerder HBO of universiteit, hogeschool of universiteit zou moeten doen. Ik denk dat iemand die rechten studeert misschien ook minder geschikt zouden zijn voor scheikunde. En omgekeerd, dat iemand die briljant is in scheikunde misschien ook minder zou scoren in rechten. Dus ik vind dat onderscheid niet helemaal juist. Ja. Een ander punt is ook dat in de huidige maatschappij ook niet iedereen de maturiteit heeft om te studeren. Dus misschien wel de intellectuele capaciteit, maar niet de maturiteit. En ik denk dat je daar ook moet mee rekening houden. Ja, ondanks dat we er eigenlijk, misschien zegt u niet
meer op die manier over na moeten denken, denk ik dat er nog steeds het beeld is dat de VWO of het wetenschap, het universiteit hoger is. En alleen er komen meer mensen op af. Zou dat een oorzaak kunnen zijn dat er steeds meer een hang naar honorsprogramma's en naar excellentieprogramma's is? Dat er mensen zich willen onderscheiden nog van een grotere groep? Meneer Dijsselbloem. Ja, dat denk ik wel. Dat zijn goede redenen om niet tot selectie aan de poort over te gaan. Maar dat zal ongetwijfeld tot gevolg hebben dat je meer selectie achter de poort krijgt. Dat daar interne differentiatie gaat bestaan. Die er natuurlijk vaak ook al onbenoemd is. Hè? Dus soms is het alleen maar een extra inrichting van verschillen in motivatie of in benaderingswijze die anders ondergronds toch al bestaan. Maar als ik nog even mag doorgaan over dat hoger-lager. Door de discussie in die termen te voeren, blijft er wel de illusie bestaan dat het hele hoger onderwijs een soort kolom is, afgezonderd van de rest van de samenleving. Dus in plaats van alleen maar in termen van hoger en lager, kun je ook naar links en naar rechts kijken. En een van de belangrijke zaken, denk ik, die Bussemaker wel in dat interview aanstipte, is het belang van kenniscirculatie. Hè? Er zijn natuurlijk publiceren of via mediazaken overdragen, is er vaak geen betere manier om kennis te verspreiden dan via mensen zelf, hun eigen mobiliteit. Studenten, maar ook docenten, die natuurlijk universiteiten zijn natuurlijk niet de enige plekken op de wereld om na te denken en niet de enige plekken op de wereld om onderzoek te doen. Het kan enorm belangrijk zijn om iets meer interactie te krijgen, juist ook door het in- en uitvliegen van mensen op een niet dagelijkse basis, maar iets gestructureerder mogelijk te maken. Ja, zeker. Ik heb nog één vraag. U zei net eigenlijk selectie achter de poort of selectie naar de poort. Wat er gebeurt is dus dat veel mensen uitvallen in het eerste jaar of zich gaan differentiëren met honorsprogramma's. Welke verantwoordelijkheid hebben we eigenlijk voor die honderden studenten die hier zich nu inschrijven en over een half jaar misschien hier niet meer zullen zijn? Wat moeten die in die paar maanden hier toch meegekregen hebben? Mevrouw Maaks. Ik vind eigen keuze van studenten nog altijd bijzonder belangrijk. Dus ik ben ook geen voorstander van selectie aan de poort. Ik denk dat iedereen de kans moet krijgen om zijn ambitie te toetsen met de werkelijkheid, om het dan maar zo te zeggen. Ja. Daarnaast denk ik stel dat dat een eerste jaar is en dat het niet lukt, wat ongetwijfeld bij een aantal studenten zo zal zijn, dat mag niet als een falen gezien worden, maar moet eigenlijk als een weg naar een andere keuze leiden, waar ze dan wel mee verder kunnen. Ja. En misschien is dat wat denk ik veel ook mensen die afgestudeerd zijn als beroepsperspectief en wat vanuit universiteiten tot voor kort nog enigszins verwaarloosd natuurlijk is ook het VWO zelf. Hè? Als het beroep van leraar is lang uit het vizier, maar daar weet u ongetwijfeld meer van de afgestudeerden verdwenen volgens mij als een goede manier ook. En dat is ook de manier om die interactie tussen voorbereidend en hoger onderwijs te bewerkstelligen. Ja. Wilt u daar iets over zeggen? Wat nog niet aan de orde komt, is dat in Nederland hebben we een hele sterke scheiding tussen universiteiten en hogescholen. Ja. In het buitenland is dat onderscheid bijna niet. Ja. In veel landen heet al het hoger onderwijs universiteit. Ja. Dan heb je natuurlijk wel de keerzijde dat binnen die universiteiten hele grote verschillen zijn. Ja. Dus heb je een soort interne differentiatie. Maar die sterke kloof tussen HBO en universiteit is typisch iets van Nederland. Okay. Maar dat neemt wel het verschil niet weg tussen mensen die meer links en rechts georiënteerd zijn, zoals hij daarnet zei, om niet van hoger en lager te spreken. Dat verschil in interesse en dat verschil ook in wat je goed kan, is er wel. Ja, ja. Dat neemt het niet weg door het allemaal universiteit te nemen. Ja. Ralf Wengers heeft een vraag over dit onderwerp en we geven hem kort de microfoon. Ja, ik zou... En we moeten wachten op de man van het geluid, zodat Ralf Wengers overal te verstaan is. Gaat uw gang. Ja, ik zou willen opmerken dat die differentiatie is in het buitenland juist vaak veel harder en veel sterker. Wij geven het twee verschillende namen.
En via verschillende vooropleiding, maar verder geen toelatingseisen kun je erin komen. In de meeste buitenlanden is het gewoon keihard op middelbare schoolcijfers of een toelatingstest. Hups, je komt in dit niveau of in dat niveau. Maar, dus het mag formeel geen andere naam hebben, maar de differentiatie is volgens mij juist extremer. Ja, dat zei ik ook. Want Als je veel interne differentiatie hebt, maar die tegenstelling tussen HBO en VBO heb je dus minder. Dus anders georganiseerd, door die interne differentiatie. Ja. Ik vind juist dat we in Nederland vaak ietsje te hardvochtig zijn op het feit dat mensen meteen goed moeten kiezen. Het is niet verbazingwekkend dat van al die vakken die je op de middelbare school niet gehad hebt, dat je nog niet weet hoe leuk je die zult vinden als studie. Dus het feit dat mensen er in een eerste jaar van een studie achterkomen dat ze iets toch een andere interesse hebben en dan liever iets anders gaat doen, daar zouden we wat mij betreft best wat milder mee om mogen gaan. Want dat lijkt me een natuurlijk onderdeel van jonge mensen die hun plaats in de wereld vinden. Is er iemand in de zaal voor selectie aan de poort? Of in het panel? Helemaal niemand. Is er echt helemaal niemand voor selectie aan de poort? Wel. Wil je naar voren komen en dat proberen uit te leggen? Ik dacht, daar kunnen we nog een leuke discussie over hebben, maar dat gaat tegenvallen. Vertel. Ik zal wel meteen zeggen dat ik niet per definitie voor ben, maar ik vind het wel leuk om een ander standpunt te nemen. Ik heb namelijk biomedische wetenschappen gedaan en in mijn eerste jaar zat ik met 250 studenten in mijn richting, waarvan er 200 ongeveer geneeskunde wil studeren. Dus het motivatieniveau van mij was ongeveer hier en het motivatieniveau van de rest was ongeveer daar, onder mijn voet ongeveer. En dat werkt als medestudent niet echt motiverend om dan zelf enthousiast te worden voor je studie. En dat vind ik wel een voordeel van selectie aan de poort. Ja. Er is een ander probleem hier ook, denk ik, psychobiologie. Ja. Er is één jaar geweest waarin heel veel mensen instroomden, heb ik begrepen. En vervolgens is er geen plek binnen deze universiteit om een masteropleiding te volgen of om een stage of onderzoek te doen, want die plekken zijn er niet. Is het dan niet beter om de studenten van tevoren al een beter beeld te geven van oké, jongens, sorry, je kunt het wel doen. Maar er is maar weinig kans dat je hiermee verder gaat, want het is wel een leuk onderwerp, maar helaas geen geld op onderzoek voor. Mevrouw Maaks, ik kijk even naar u voor ik Sikko het woord geef. Het is wel een concreet verhaal. Ik denk, maar er is een verschil tussen de motivatietoetsen van studenten en het op basis van cijfers en op basis van het klaarblijkelijke kunnen te doen. Dus dat vind ik een heel groot verschil. En dan denk ik dat de verantwoordelijkheid is van de universiteit van voor alle bacheloropleidingen ook te zorgen dat er aansluitende masteropleidingen zijn binnen of buiten de universiteit, maar dat moet wel werken. Daar ben ik het mee eens. Ja, maar 200 of meer dan 200 psychobiologen bachelors, is dat niet gewoon te veel? We zijn in discussie met die opleiding en er is nu een numerus fixus, omdat inderdaad te veel is te veel en dat kun je niet hebben, want dan heb je ook de kwaliteit niet meer, maar daar zijn we druk mee bezig. Zeker. Sikko. Ja, psychobioloog, oud-psychobioloog, coördinator. Kijk wat er van kan komen. Geweldige discussies over gehad, inderdaad. Eerst even snel de biomedicus die hier zegt, ik zat met heel veel mensen in de klas die helemaal niet gemotiveerd waren. Nee, klopt, viel er ook een heleboel van uit. 60% op een gegeven moment zelfs bij biomedische wetenschappen. Grappig is dat een van de argumenten was, ze doen het slechter. Dat heb ik ze uitgezocht, ze deden het gemiddeld 0,2 punt beter. Niet significant, maar ook niet significant slechter. De uitvallers. Ja. Over gewoon gemiddelde cijfers. Nee, gewoon de mensen die tweede keus biomedisch waren. Ja. Dus dat is het eerste fabeltje al. Het mooie is dat ook in die opleiding dan doorzinkt en dat ook coördinatoren, docenten, tutoren dan in hun achterhoofd de hele tijd hebben. Oh, dit is vast een tweede keus geneeskundestudent. Ah, dan krijgen we het tweede punt. Dit gaat namelijk zingen als een uiteindelijk dogma wat de hele tijd loopt in zijn opleiding, terwijl het nergens op gestaafd is. En waar komt het probleem vandaan? Vanuit een andere decentrale lotingstudie, namelijk geneeskunde. In Nederland hebben wij een bepaalde fixus op geneeskunde, waardoor van de 6.000 mensen die dat willen doen, er maar 2.500 binnen worden gelaten. Drie keer raden waar die 3.500 andere studenten heen gaan. We hebben een soort idee dat we studenten een sorting hat op kunnen zetten, net als bij Hogwarts, dat die roept Slytherin of Gryffindor, en jij weet nu, dit is de opleiding voor jou. Maar dat weten studenten niet. Dat is heel zielig eigenlijk. Okay. Volgens mij is de kern van het betoog de matching of de selectie, dat werkt überhaupt niet. Ja. Dus nou, u bent er ook geen voorstander van, dus dat komt dan weer goed uit. maar, nou ja. Ik denk dat Joris wil er iets over zeggen? Ja. Ik merk wel, als je ook de lat, dan praat ik vanuit mijn ervaring als coördinator van een Tesla-minor, die wel selectief is,
en waarbij we drie selectierondes hebben. Dat zeg maar op het moment dat er zo'n lat is en mensen moeten ervoor lopen, dat het nog niet eens zo is dat je dan heel veel mensen moet afwijzen, maar dat het gewoon alleen eigenlijk de mensen zijn die het echt willen, die dat ook gaan doen en die ook de tijd nemen om een motivatiebrief te schrijven, om mensen te benaderen als referent, om... Dus als je er op die manier al zeg maar over na, wordt gedwongen om erover na te denken, ik denk dat je dan al een heel stap verder bent dan dat je gewoon, nou ja, nu hebben we natuurlijk wel die matching, maar ik denk dat, ja, zeker, dankjewel. Ik geef nog even kort het woord aan meneer Wijs, die heeft nog een vraag en daarna gaan we door met het blokje over docenten, dus dat is een mooie brug. Meneer Wijs, uw korte opmerking. Ja, ik had nog een opmerking over dat idee, de werking van selectie aan de poort of toelatingseisen of zo. Ik bedoel, een van de dingen die ik in de klassen van mijn dochters wel heb gezien op de middelbare school, is dat op het moment tegen het eind van de vijfde klas VWO, dat leerlingen erachter beginnen te komen wat ze willen gaan studeren, dan zie je dat er een differentiatie ontstaat tussen degenen die denken, ach, een 6 is wel genoeg, en degenen die geneeskunde of een andere fikse studie willen gaan doen, en die dan denken, oh verdorie, nu doet het er wel toe wat voor cijfers ik ga halen. Dus de inzet van die leerlingen wordt wel hoger. En als ik nu kijk in mijn eigen studierichting, hoe komt het dat mensen afvallen? Soms is het motivatie, maar ik vind dat het voor een heel groot deel inzet is. Dus diegenen die het wel of niet voor elkaar krijgen om een aanzienlijke fractie van de 40 uur per week te werken die wij eisen, die halen het veel gemakkelijker. En dus een van de dingen die zoiets doet, is dat het selecteert op motivatie en inzet. En dat is een heel belangrijke succesfactor. Dus manieren om dat beter te maken, die zouden misschien wel helpen om studiesucces te verhogen. Goed. Dank u zeer. Ik snap het wel wat je zegt en dat is zeker zo. Maar alleen maar naar die cijfers kijken vind ik echt een onvolledig beeld. Want er zijn, en dan spreek ik over mijn kinderen, die hebben heel veel dingen bijgedaan. Die hebben conservatorium bijgedaan, dit, dat, zo, zo. En dat is ook allemaal heel vormend. En dat zie je niet terug in cijfers. Meneer Wijers, dank u wel. Ja, dat klopt, maar dat is ook motivatie en inzet. Juist. Alleen maar buiten het scholaire systeem. Meneer Wijers, ik ga je toch even afkappen, want we gaan in verband met de tijd door naar het laatste blokje over de docent. We verschuiven het perspectief van de student naar de docent. Een van de analyses die Science and Transition gemaakt heeft, en dat vertelde u ook net, dat de prioriteit die aan onderwijs gegeven wordt een beetje ondergesneeuwd is misschien in de afgelopen periode op de universiteit. Er zijn twee dingen die willen we bespreken, dat fenomeen en ook straks nog heel even over junior docenten of studentassistenten. We beginnen bij het eerste. Joris Buijs, je zei in een voorgesprek met mij dat je het gevoel hebt dat studenten eigenlijk wel eens worden misbruikt. Oei. Vertel. Oh. Continu, dat klopt. Ik weet niet of ik die woorden letterlijk heb gebruikt, maar nou, dat laat ik oppassen wat ik nu zeg. Nee, maar dat komt weer terug eigenlijk op het eerste onderdeel waar we het over hadden, namelijk het doel van de universiteit. Waarbij het nu voor een groot deel gaat over onderzoek. Ik van in ieder geval van een afstandje wel eens de indruk heb dat er zeker binnen bepaalde masteropleidingen dat er een heel hiërarchisch systeem is met hoogleraren, postdocs, PhD's en daaronder weer masterstudenten. Die voor een groot deel bezig zijn met het produceren van publicaties. En waarbij er eigenlijk minder aandacht is voor die vormende aspecten in het onderwijs. Dus dat heeft weer te maken denk ik met het doel wat je hebt met een opleiding. Dus jij hebt het gevoel dat het meestal niet om de student draait? Nee, niet meestal, maar ik denk dat er wel gevallen zijn waarin dat gebeurt. Ja. Wat gaan we daaraan doen, meneer Dijsselbloem? Nou, ik heb het idee dat de herwaardering voor onderwijs al zeker een jaar lang hoog op de agenda staat. Daar is natuurlijk wel weer een andere problematiek bijgekomen. Onder andere door bezuinigingen en soms teruglopende studentenaantallen. Hoe daar contractueel mee om te gaan, hè? Want dat is een iets ander issue natuurlijk. Ik denk een van de dingen die de laatste tijd terecht hoog op de agenda is komen te staan, is hoe je die betrokkenheid tussen docenten, onderzoekers, studenten kunt versterken. En dat duidelijk is dat die niet versterkt wordt door een overdaad aan kleine, losvaste
aanstellingen zonder al te veel beleid of perspectief daarin geboden. Tegelijkertijd heb ik af en toe wel het idee dat, dat ook hier weer te veel intern in de universiteit wordt gekeken. De universiteit is niet de enige plek om je carrière vorm te geven. In ieder geval niet om die continu daar vorm te geven. Je kunt ook daarbuiten werken, je kunt ook daarbuiten onderzoek doen, je kunt ook daarbuiten ervaring op doen. Als ik wederom af en toe naar, ik kan het hier zeggen, want ze zitten ver weg, naar sommige geschriften van mijn soortgenoten, de filosofen, kijk, denk ik, ja, het is ook niet verplicht om publieksonvriendelijk te schrijven. Hè? Er mag af en toe ook best een poging gedaan worden om dat iets opener en minder cryptisch te verwoorden. En een tijd lang bij een museum of bij een andere instelling werken, daar leren ze je als het goed is wel af om dat, te doen. Dus enige interactie, het is niet, wil ik maar zeggen, het enige carrièrepad voor een docent en een onderzoeker om dat alleen maar aan de universiteit te doen. Er zijn veel meer modaliteiten. Ja. Zo noemen we filosofen dat dan meer mogelijk. Maar mevrouw Marx, u zat hier anderhalf jaar geleden ook, naast Frank Miedema. En toen hadden we het ook een beetje over dit thema. En hij zei, nou, ik wens u succes hoor, met personeelsbeleid voeren om de aandacht meer op onderwijs te richten. Want in feite zijn al die beursaanvragen en die fiches die onderzoekers krijgen, zijn zo dominant in wie je aanstelt en wat voor prioriteiten die mensen stellen. Daar kun je nauwelijks iets aan doen. Is u dat dan toch een beetje gelukt afgelopen anderhalf jaar? We zijn er volop over in discussie. Ja. Dat is heel zeker zo. Je ziet ook dat op bepaalde, wel in de bredere gremia, de balans onderwijsonderzoek ook besproken wordt. Dus niet alleen in deze faculteit, maar minstens ook in de universiteit en ook bij de beleidsmakers. Dat toch begint door te dringen, dat ligt niet aan mij hoor, maar daar vaar ik graag mee. En ik denk dat we, zoals gezegd, ook je moet inderdaad als universiteit je eerste doelstelling goed vastleggen. Wij willen jongeren opleiden voor de maatschappij. En daar is een stuk voor onderzoek, maar de maatschappij is veel breder dan het onderzoek. Dus je moet ook in die afstuderen werken, daarmee rekening houden. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En daar zit natuurlijk tegelijkertijd wel het spanningsveld, omdat de docenten wel 100% onderzoek zijn, vaak. Ja. En zeker als je toponderzoekers hebt die graag in hoge journals publiceren. Dan gaat daar heel veel tijd in zitten. En dat zijn vaak ook internationale carrières, waarbij mensen een paar jaar in het ene land werken en een paar jaar in het andere. Waardoor de binding met de universiteit misschien ook weer minder is. Dus ik vraag me ook af hoe dat ziet. Dat hangt voor een groot. Ik kom uit een andere universiteit en ik kan je zeggen dat ook daar deze discussie speelde, maar dat ik er absoluut ben van afgestapt om te denken dat hoogleraren en vaste staf alleen maar onderzoek wil doen en dat dat is omwille van internationale druk. Dat is niet zo. Ja. Dat is niet waar. Dus als je het onderwijs op een goede manier waardeert en dat vraagt wat tijd om dat neer te zetten, dan kan je die kruisbestuiving, en dat is waar een universiteit over gaat. Dat is nu net de enige plaats waar onderzoek en onderwijs tezamen worden, dat het een gezamenlijke opdracht is. Als we dat niet kunnen in een personeelsbeleid neerzetten, dan zijn we slecht bezig, maar het vraagt tijd. U bent ermee bezig? Ik ben ermee bezig. Minister Bussemaker. Men zegt het voort. Minister Bussemaker heeft in de tussentijd meer dan 100 extra docenten beloofd op basis van het geld dat vrijkomt door het afschaffen van de studiefinanciering. Wat zou u als eerste willen doen met meer geld voor docenten? Wel, dat hangt een beetje vanaf wat je bedoelt met meer geld voor docenten. Ik vind dat we die band tussen onderwijs en onderzoek echt moeten bewaren en altijd goed moeten nadenken hoeveel echt pure docentenloopbanen met alleen maar onderwijs we willen hebben. Ze zijn absoluut nodig, ze zijn absoluut essentieel, maar ik denk dat we het in kaart moeten brengen hoe dat zich verhoudt met de rest van de banen. Ja. Meneer Veugelus, u wou net iets zeggen? Met bij alle acties de laatste maanden vond ik het ontzettend belangrijk dat naar voren kwam protest tegen de slechte arbeidscontracten van jonge docenten. Ja. Eigenlijk vind ik het een schande dat in Nederland er zo weinig perspectief is voor jonge mensen op het ogenblik. We hebben niet de jeugdwerkeloosheid zoals in Griekenland en in Spanje en in Portugal.
Maar eigenlijk zit hem dan net boven. En heel veel jonge mensen krijgen geen fatsoenlijke vaste contracten. Ik vind het eigenlijk heel raar dat daar zo weinig maatschappelijke verontwaardiging over is. Ja. Het geldt in algemene zin, maar zeker ook op de universiteiten. We gaan het zo meteen ook nog hebben over een specifiek geval, namelijk studentassistenten met losse contracten. Ik eerst even naar een vraag van Seiko. Kun je hem kort formuleren graag? Ja. Nou, het gaat eigenlijk precies over dit probleem. We hebben op de universiteit de piramide, waarin bovenin hoogleraren zitten. Onderin zitten de PhD's, hallo, daar ben ik er een van, de promovendi. En bovenin, die mensen zijn bezig met geld binnenhalen, dus die kunnen geen les geven. Die onderin, die moeten heel veel onderzoek doen en mag 6 weken in het jaar les geven, dat ben ik. Ja. En de laag die daartussenin zit, de vaste staf, de mensen die de promovendi begeleiden, de mensen die dus de studenten les geven, die worden meestal betaald vanuit de eerste geldstroom. Dan zat hij vorig jaar, zat naast Karen Maak, zat Frank Miedema en die zei, die eerste geldstroom, die moet gewoon dubbel zo hoog. Moet gewoon 2 keer zo hoog, misschien wel 3 keer zo hoog, zodat we eindelijk een keer duurzaam kunnen investeren in het onderwijs. Ja. Kunnen we niet wat van de tweede geldstroom stelen om in de eerste geldstroom te steken, zelf, op deze faculteit? Mevrouw Maaks. Dat gebeurt ten dele al. Dat gebeurt gewoon ten dele al, omdat heel veel van de infrastructuur van het onderzoek ook voor het onderwijs wordt gebruikt. Dus dat is niet zo zwart-wit. Hmm. Ik denk dat het... Ik vind ook je opmerking dat je als promovendus moet lesgeven. Ik hoop dat je het een meerwaarde vindt. Kijk, dat wil ik horen. Ja. Dus het is niet zo dat je dat moet doen omdat wij tekort hebben aan handen en voeten voor onderwijs. Maar dat is omdat wij vinden dat dat belangrijk is voor jou, voor je ontwikkeling. Deel van je bilden, als ik het zo mag zeggen. Dus ik vind de discussie te zwart-wit gesteld. En daarom is het ook moeilijker om er een klaar en duidelijk antwoord op te geven. Maar ik denk, hoe je het ook bent of keert, binnen de middelen die wij hebben, moeten wij zorgen dat wij daar een zo goed mogelijk evenwicht tussen vinden. En dat die waardering van onderwijs en onderzoek op een andere manier wordt vormgegeven. Misschien zou je kunnen zeggen dat het niet eens om stelen gaat van de tweede naar de eerste geldstroom. Maar terugpakken, hè? Want een paar jaar terug heeft minister Plasterk 100 miljoen juist van de eerste naar de tweede overgebracht. Toch zou ik daar wel iets bij willen aantekenen. Zoiets komt natuurlijk niet ongeclausuleerd. Een bedoeling van het overhevelen naar de tweede geldstroom was de veronderstelling dat dat een scherpere competitie oplevert. Dat is niet helemaal duidelijk of dat waar is. Maar natuurlijk laat ook NWO zich makkelijker politiek beïnvloeden en maatschappelijk programmeren. Ja. En dat is natuurlijk weer een heel ander cluster. In sommige gevallen kan dat goed uitwerken. In andere gevallen leidt dat ertoe dat enorm veel geld binnen NWO alsnog meer onder de regie van economische zaken en het ministerie van Volksgezondheid staat. Ja. Dus als je ooit al voor elkaar krijgt om meer geld om te buigen van tweede naar eerste geldstroom, denk ik dat de universiteiten daar de verplichting bij zullen gaan krijgen. En niet eens zijn onrechten om duidelijk te maken hoe zij dan zelf thematisch of meer maatschappelijk willen gaan programmeren. Het kan niet zomaar in... laten we zeggen, ongericht onderzoek. Ik wil heel even teruggaan naar de kwaliteit van het onderwijs, als je niet erg vindt. Twee laatste punten. Het eerste is, er zijn prestatieafspraken met die minister op dit moment. Nou, daar wil ze misschien vanaf, dat is een beetje genuanceerd. En de vraag is eigenlijk, daaruit volgt dat bijvoorbeeld hoorcollegedocenten zich nu moeten laten filmen en dan helemaal gaan stotteren omdat ze altijd geweldig zijn, maar nu een krijtje laten vallen vanwege die BKO-kwalificaties. Je hebt een heleboel kwaliteitszorg, maar dat bestaat eigenlijk niet voor werkcollegedocenten of voor studentenassistenten, waar ik als eerstejaarsstudent en tweedejaarsstudent les van krijg. Ik vind dat opvallend. Joris? Dat is niet helemaal waar. Bij het IES in ieder geval is het zo dat alle junior-docenten BKO halen, in ieder geval na een jaar. Ja. Ja. Ik studeerde zelf natuurkunde en ik kreeg les van derdejaars of eerstejaars master die verder geen enkele bevoegdheid hadden. Wat vindt u daarvan, mevrouw Maaks? Die zijn soms ervaringsdeskundigen en kunnen het soms veel beter uitleggen. Ja, dat is ook mijn ervaring. Ja. Okay, dank je. Ja, Jeroen wil je iets over... Dat is helemaal gepast. Ik wil even iets inbrengen. Meneer Goedkoop, u bent directeur van het College of Science. Ja. Ik zal even introduceren. In jouw tijd kregen bij natuurkunde in ieder geval alle studentenassistenten al een kleine cursus. Van een halve dag. Een halve dag, het was een kleine cursus. Inmiddels is dat aan het uitgroeien tot beleid bij alle opleidingen. Dus tijden veranderen. We gaan naar een situatie toe dat die in ieder geval in het college... niemand ongetraind voor de klas gaat. Hou me eraan. Oké, uitstekend. Zullen we gaan afronden? Ik heb nog één korte vraag. Sam. Ja,
Ik vroeg me af, met al het aspect op het sociale. Je hebt natuurlijk ook gewoon een harde kern die gewoon natuurkunde of wiskunde wil leren. En dat sociale aspect boeit ze helemaal niet. Die willen gewoon wiskunde, opleiding, onderzoek gaan doen. Hoe kan je dat combineren? Dat je die mensen soort van eruit knikkert. Omdat zij denken van, ja, maar nu krijg ik heel veel vakken die me eigenlijk niet zoveel boeien. Komt een beetje terug waar we het tijd geleden over hadden. Ja. Misschien kan ik meneer Veugelis daarover het woord geven. Dus, je bedoelt het punt van dat een aantal van ons pleiten voor een bredere opleiding. Dus dat je niet alleen wiskunde studeert, maar ook andere vakken. Okay. Wat betreft algemene ontwikkeling denk ik dat dat goed is. Ja, maar het is natuurlijk wel belangrijk om een goede balans te vinden tussen specialisatie en brede vorming. Ja. Maar alleen wiskunde lijkt me ook een beetje saai. Hè? Volgens mij vind jij dat ook, Sam. Sorry. Het is 1:00. We moeten gaan afronden. Dit was de laatste Battle Break van het jaar. Voordat ik onze gasten bedank, heb ik een paar mededelingen. Als eerste, er zijn heel veel werkgroepen op deze faculteit die hierover gaan, over de kwaliteit van het onderwijs. En je kunt je aanmelden daarvoor tot vandaag, geloof ik. Ook vandaag, bijvoorbeeld vanavond, een bijeenkomst over natuur- en sterrenkundeonderwijs. En ook toevallig vanavond een bijeenkomst van de Bildung Academie aan het Spui. Dus over al deze dingen kun je heel veel praten vandaag. Iets anders, volgend jaar zijn er weer Beta Breaks en wij zoeken nieuwe leden. We zoeken eigenlijk altijd nieuwe leden, dus wil je bijdragen aan dit soort discussieplatforms, meld je bij ons of stuur een mailtje. En ik wil ook eigenlijk iedereen oproepen, als je een idee hebt voor een onderwerp van Beta Break, bijvoorbeeld een van de docenten hier, meld dat bij ons. Daar zijn wij eigenlijk altijd naar op zoek. We zijn altijd op zoek naar input vanuit de FNWI. In september gaan we het hebben over het patent op leven, bijvoorbeeld op DNA. Dus dat volgend jaar. Nog één laatste vraag voor u. Achterop uw formuliertje staat een evaluatie. Dan kun je scheuren wat je van deze editie vond. Dat vinden wij heel erg fijn. Laat hem even achter bij het podium. Ik wil heel hartelijk... Dat is bij jullie niet zo. Maar u kan er nog geen puntje geven. U mag het ook met mij over hebben zometeen. Ik wil afsluiten. Heel hartelijk dank zeggen. En graag een hartelijk applaus voor Karen Maaks, Huub Duisterbloem, Wiel Veugelers en Joris Buijs. Heel hartelijk dank.